Yo, ik ben Giel. Thomas. Stefan. En vandaag springen we van een 10 meter hoge duikplank en wie het langst blijft vliegen, die wint. Jongens, ja. Van de 10 meter hoge duikplank afspringen is voor de meeste van ons natuurlijk al een behoorlijke missie. De opdracht is namelijk specifiek om vanaf het moment dat je vanaf de 10 meter plank springt, zoveel mogelijk airtime te maken tot het moment dat je het water raakt. Wij krijgen allemaal 75 euro. Okay. En met die 75 euro moeten wij dus iets bedenken, iets maken, iets kopen, waardoor jij denkt dat je zoveel mogelijk airtime maakt. Maar je mag alles bedenken. Je hoeft niet per se te vliegen, zolang je maar... Dus airtime maakt. Ja, je moet in de lucht blijven hangen. 75 ekkie. Ik zeg succes, tabé. Ja, een half uurtje zijn we hier, oké? Okay? Ja. Succes, jongen. Ja, dankjewel. Iedereen heeft van ons dus 75 euro gekregen om boodschap te doen. Ik heb dus een huge ass kite geregeld en daarmee ga ik van die plank af springen. Okay, ik neem er gewoon 2 van deze mee en ik neem er 1 van deze mee. Cold water. Werkhandschoen. Hey, nou. Ik heb nog geld over. Ik koop ook gewoon een trappetje. Wow, dit ding is huge, ouwe. Ja, te gek. Nou, succes. Dankjewel, komt goed. Dank je. Ik heb het. Je vraagt je nog steeds af, Giel, wat ga je doen met touw? Dat gaan we zo meteen zien. We gaan nu terug naar het zwembad en we gaan deze constructie bouwen. Wat heb je mee? Ik heb wel wat mee. Wat heb jij mee? Ga je de Mount Everest beklimmen? Nee jongen, ik heb echt een super grote unit van een kite bij me. En dan ga ik rennen die duikplank af en dan ga ik zweven, jongen, en dan vlieg ik zo het zwembad uit. Wat heb jij mee, maat? Ah, je hebt touw mee. Ik heb touw. Never nooit lukken, ouwe. De plank is 10 meter hoog, krukje is 40 centimeter, dus ik heb 10 meter 40. En dan wordt het ongeveer dit. Eén tip, jongens, kijk niet naar beneden. Nee. Zeg ik gewoon alvast. Precies. Niet naar beneden kijken. Laten we gaan. Deze dit, jongens. Ja, is echt niet normaal hoog. Weet je, ik denk dat we nog best die duikplank wel aan kunnen. Oh my god. Het lijkt nu al hoog, hè? Moet je nagaan als je daarboven staat, pik. Ja. Wie heeft hoogtevrees? Ik heb hoogtevrees. Stefan heeft hoogtevrees. Ik meld me. Ik ga het nog moeilijker maken, jongens. Nee. Jawel. We weten dat we toch nog altijd bezig zijn met een wedstrijdje. Dus degene die de minste tijd in de lucht heeft... Ja, ja, ja. Die krijgt hem. Dit is 2,5. Oh, dit is al best wel hoog, hoor. Besef even dat het 3 keer zo hoog wordt. Nee, dit is eitje, dit durf ik makkelijk. Oké. Pop. Dit is ook hoog, hoor, vriend. Zo, ik voel het aan mezelf dat ik dit niet heel chill vind. Ik durf niet eens aan die rand toe te gaan. Besef even dat er een hoop kijkers nu dit aan het kijken zijn. Dus denk je, ik spring altijd elk weekend van de hoogte. Nou, dat zijn er echt niet zoveel, hoor. We hebben net unaniem besloten dat Steven als eerst gaat. Ja. Heeft dit een kans van slagen? Nee, absoluut niet. Hij heeft het idee om met een parasol naar beneden te gaan. Daarvoor. Ja, neem je parasol mee, lieve jongen. Ja, je hoeft 1 keer te doen, maar je mag meerdere keren als je wil. Het gaat om die jongen. Domste idee, alle tijden gewoon, absoluut. Mijn plan was dus op een krukje te gaan staan, zodat ik 40 centimeter hoger ben. Maar ik begin toch al eerlijk gezegd te denken dat ik dit niet durf, dus dit ding kan sowieso niet in. Weg ermee. Wat zijn we nou aan het doen? Het gaat niet werken. Het is alleen maar gevaarlijk. Voor je het weet ben je beneden. Voordat ik het weet denk ik weer beneden. Ja, voor je het weet, je kan niet eens nadenken en je hebt het water geraakt. Ik kan niet nadenken, oké. Precies, je kan niet nadenken, je krijgt geen kans ervoor. Go! Nee, het is gewoon gaan. Gewoon. En precies, en gewoon je, gaan. Je loopt gewoon rustig en dan spring je ineens van de fuck. Ik wil het oprecht het slechtste idee op die andere kant. Wat geluid dan wat jij erbij maakt. Ah! Wat is dat dan toe eng? Dat was zo. Oh man. Oké, Giel, jij bent ouwe. Succes, ik ga lekker een patatje halen, een biertje en ik maak me wel. Ja. Veel plezier, jongen. Ah, pik. Je zet je de langste tijd neer in mijn ogen met een touw naar beneden abzuilen. Want ja, weet je. Ik hang wel in de lucht,
Alleen het idee om de rand zo meteen over te stappen en aan het touw te hangen, dat is hier. Weet je, ik zie in principe niet de diepte als ik gewoon ga hangen zo meteen. Het is zo fucking eng. Ik ben echt zo eng, zo zenuwachtig. Ik denk ook altijd, als ik uit de vliegtuig spring, je knal tegen je staart, maar dat gebeurt nu gewoon niet. Jij moet echt je smoel houden, hoor. Je bent helemaal... Waarom ben jij hierboven? Je praat me helemaal geen moeite in, joh. Hij gaat het doen, jongens. Hij gaat het doen. Ga je, Giel? Ja. Ga je gewoon één keer. Oh, yes. Oh, shit. Oh, shit. Oh, what a win this game, bitches. Oh, shit. Ga lekker, Giel. Ik heb een flauwste tijd hier, jongens. Nee! Zo werkt dit! Hoezo? Ook zo makkelijk? Het is helemaal niet meer leuk dit. Holy shit! Het is gewoon gelukt, ouwe! Dit is gewoon gelukt! Wel lekker, man. Wat zag het er vet uit? Ja, opeens hing je dan. Het gaat over die randprint, dat is een beetje point of no return. Want je kan je moeilijk je benen weer naar bovenop trekken. En toen ging je gewoon. Ik vind het echt leuk. Echt, nu gaan we naar de finale, lieve mensen. Ja, wat we nu gaan doen... Dat heeft nog nooit iemand gedaan. En daar is waarschijnlijk een reden voor. Oké, Thomas wil eerst zijn idee even gaan testen. Want we weten namelijk niet waar hij tegenaan komt. 3, 2, 1. Hey, stop, ik zeg niks meer aan doen. Niks meer aan doen, gewoon gaan. Gewoon met zijn gezicht landen die. Dus dat zou, als Thomas dat precies na gaat doen. Dan heb ik de dag van mijn leven. Ik doe al mijn stunts onder begeleiding van professionals. Dus doe dit vooral niet thuis zelf na. Hoe kunnen ze dit thuis nou nadoen? Weet je wat die jongen zegt? Nou. We doen dit met professionals, dus doe dit thuis niet na. Hoe wil je dit thuis nadoen? En wie de fuck zijn die professionals dan? Ja, dat zijn deze guys. Ja, Amhula. Zo, wil je nog iets zeggen? Ja, ik denk oprecht dat dit wel het slechtste idee ooit is. Oké, 3. Nee, wacht. Ik ben rustig. Even chill the fuck out. Okay. Hij moet aftellen, ouwe. Ja? 3, 2, 1. Oh, shit. Oh, ik heb wel een flinke zwakker gemaakt. Ik dacht dat ik blijf haken. Ik denk dat ik nog langer ben blijven hangen. Ja, gast, denk je dat mij iets uitmaakt? Nee, dat weet ik niet. Ik ben blij dat ik nog leef, vriend. Maar jongens, moeten we nu de tijd berekenen van Thomas te landen of te vliegen? Die land in. Ja, Thomas natuurlijk. Ja, oh ja. Hoe ging die dan? Ik denk dat ik toen die wind ving. Ja, ik dacht hij blijft haken of zo. Dus nee, ik liet hem meteen los. Die kite ligt wel daar. Maar hij liet hem echt daar al los. Ja. Maar ja, we gaan even kijken wat de scheidsrechter ervan vindt. Ik wil het even terugzien. Maar goeie poging. Nou, het is heel duidelijk. Het was spannend. Ja, we hebben één winnaar. Spannend, maar we hebben sowieso één winnaar. Dat ben jij, Giel. Jij hebt 43 seconden. Bij Thomas en mij was het een stuk spannender, maar de scheidsrechter heeft goed opgelegd. Het was echt een fotofinish. Het was een fotofinish. Jij had 3.18, ik had 3.20 seconden. Dat betekent dat jij hebt verloren. 200ste. Maar zo gaat het met sport, hè? Maar To, echt top sport. Je krijgt wel een leuke doodje daarvoor terug. Ja. Oké. Okay. Hoeveel is de woord? Ik kan het moeilijk tellen. 12. 12. Oh, yo, dat is best veel, ouwe. Ja, Steve, het is best wel veel, ja. Oh, fuck! Hij staat hoor. Streepje nummer 12, Toe. Top. Lekker, man. Oké, vond je nou een hele spannende video en heb je ook gelachen? Vergeet dan sowieso niet om een duimpje omhoog te doen. En laat in de comments even weten wat we nog meer zouden kunnen doen met zo'n hele grote vlieger. Misschien van een gek gebouw springen. Laat ons weten in de comments. Vergeet vooral niet te abonneren op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Deel deze video met al je vrienden en al je familie. En ga even naar de website stuk.tv. Dien daar jouw opdracht in en weet voor een bijna voor je uit. Vergeet ons ook niet even te volgen op social media, Facebook, Twitter en Instagram. En volgende week woensdag weer met een te gekke opdracht. Later!